gisteren in de Bondgenoten. Sam is dolgelukkig dat ze zich nu samen met Nick, Bo en Lodewijk een haai mag noemen. En ze wil het liefst gelijk bewijzen dat ze die naam waard is. Ik heb wel het gevoel alsof ik iets te bewijzen heb. Ik hoef niks te bewijzen. Nee, weet ik, maar ik wil gewoon laten zien dat ik een shark ben. Een aanwinst ben. Ja. De teams worden midden in de nacht wakker gemaakt voor de eerste verdienopdracht. Maar door een fout van Sam liggen de haaien er als eerst uit. Ben! Kom, we gaan even naar boven, Sam. Schoonbaar, kind. En zo zijn de Vossen na 16 uur overtikken de glorieuze winnaars. Als de haaien de dagelijkse krant in de kachel duwen, is het wel duidelijk dat zij deze cyclus geen vrienden gaan worden met de Vossen. Die krant, de gisteren, die hebben ze verbrand. Ik word zatmisselijk van die mensen. Het is ook irritant, dus gewoon. Ja. Ze gaan ons met alles tegenzetten. Dus. Ja. 100%. Nee, alleen maar. Ze zijn alleen maar aan het ruiten. Ja. Dus ik ga echt de krant begrijpen als ik er ben. Ja, precies. Ben je samen of toch alleen? Zie je door de leugens heen? Iedereen speelt zijn eigen kaart. Wat zijn echte vrienden waard? De eerste verdienopdracht was fysiek zwaar, maar heeft ook mentaal zijn sporen achtergelaten. Zeker bij Sam, die juist zo graag wilde laten zien dat ze een aanwinst is voor haar nieuwe bondje. Hoe voel je over gisteren? Ik denk dat ik gewoon heel veel lessen er weer uit haal. Dat ik gewoon weer in mijn valkuil val. Dat vind ik wel heel jammer, maar gewoon hoe Bo en Lo en Nick het opvatten, dat... Ja, dat... Dat laat zien dat je echt een team bent. Ja. Toch? Voor het eerst. En ik wil gewoon heel erg presteren. En dat, als dat dan even niet lukt, dan gelijk de eerste opdracht is dat wel kut. Ja. Het is een beetje ook traditie getrouwd dat de haaien altijd de eerste moet verliezen. Ja, dat is ook zo. Dus als de tradities aanhouden, dan verdienen de Vossen nou lang niks meer. Ik ben echt zo benieuwd hoe zij gaan presteren. Het nadeel van de haaien is dat het gewoon heel chaotisch is. En dat heeft gisteren hun de kop gekost. Omdat Sam, die was continu aan het gillen en aan het doen en aan het praten en noem maar op. Dus ik denk dat ze daarom niet de sterkste bondjes zijn. En daar moeten wij gebruik van maken. Dus jullie moeten ervoor zorgen, zoals de harmonie die nu is, dat hij gewoon blijft. Weet je, blijf gewoon sterk. Maar dat is ook bij de gieren. Want als zij een teamopdracht moeten gaan doen, dan is het degene die altijd op de gillen en natuurlijk. En dat brengt natuurlijk andere mensen van de wijs in hun bondje. Mary is ontzettend toe aan een frisse koep. Ze weet dat je in de loods bij één iemand moet zijn voor de perfecte blonde lokken en dat is Lodewijk. De bondjes kunnen elkaar voor diensten betalen in punten. Maar aftikken in natura is natuurlijk ook een optie. Wat voor wederdienst moet ik voor jou doen? Half uurtje massage. Ik kom erop terug. Zo, hallo Chelsea. Wat is dit dan? Jullie moeten me even helpen. Want... Ja, oké. Okay. Ga dan. Moet ik echt helpen? Gaan jullie me niet helpen? Ja, kom eraan. Wat moet ik doen? Dit eraf. Ja, het gaat heel moeilijk dat. Ik hoor het wel als je hulp nodig hebt, ja? Ja. Dat is wat voor pakje. Ik moet niet kijken. Goed ontwijkend antwoord. Dankjewel. Zullen we dadelijk ineens even gaan sporten in deze kleren lopen? Ja. Ik heb wel de behoefte om te gaan sporten. Ja. Lo, kan je even kijken hoe laat het is? Nee. Wat komt Lodewijk hier nou doen? Je komt vast niet bij je, hè, vergezellen. Het is 5 uur. Het is hier echt warm. Eet smakelijk. Heb je chilipeper overheen geslekt? Ik zit er ook bij. Oh, Mary. Sorry, ik maak wel wat anders. Zijn hier al bij? Snap dat ik hier kan? Nee. Maar ik wil het niet. Klein beetje. Nou. Het is inderdaad een beetje pittig. Ja? Fucking pittig. Je wordt ook helemaal rood. Ik heb er geen last van. Eet dit maar. Nee. Maak een hamburgertje voor je erbij, ja? Nee, hoeft niet. Wat is er? Sereen. Het is te pittig. Ah, kom maar gewoon bij.
mijn tong zat ook echt in mijn fik. Heeft Mary gekookt? Ik heb nergens last van. Maar ze weet dat je er niet tegen kan. Hoezo doet ze dat dan? Weet ik niet. Heb je een allergische reactie daarvoor of vind je gewoon niet fijn? Moet je dat zo meteen met haar bespreken? Nee, dat weet ze. Ja, maar... Het staat ook duidelijk op het bord. Het staat duidelijk op het bord, ik kan er echt niet tegen. Eet maar alvast hoor. Zo klaar, 6 minuutjes. Wat zit er doorheen? Niks. Wat is dat pittiger dan? Heel klein snufje chili. Chili? Chili poeder. Meer dan een snufje, denk ik. Nee, beetje, want heel beetje in ieder geval pittig. Ja, dat weet je toch? Ja, dat weet ik. Daar maar heel klein beetje. Nee, maar daar kan ik echt niet tegen. Je hebt wel een zwakke gegeten. Ja, dat weet ik. Maar daar krijg ik wel buikkrampen van. Dan zit ik op de wc met diarree. Dat is niet fijn. Oké. Okay. Ik denk dat jullie misschien zo even beter hebben een beetje kunnen praten. Waarom? Omdat ik het echt niet chill vind. Ja, maar je weet het. Je weet maar ik heb iets te veel misschien. Voor mij lijkt het expres. Waarom zou ik dat doen? Omdat je het weet. Ik hou hier gewoon echt iets van. Oh, die is onpittig. Zeg... Goedemorgen. Dit vind ik wel. Dit is gewoon opzettelijk gewoon iets doen. Nou, sorry hoor. Ik heb er gewoon niet bij stilgestaan. Ik wist het natuurlijk wel. Ja, maar waarom doe je dit, Mary? Je weet het gewoon. Ik heb er gewoon niet meer stilgestaan, Sereen. Meer, heel eerlijk, ik wil samen met jullie wil ik naar die eerste plek, hè? Tuurlijk. Daar gaan we voor. En hoe meer ruzie en gedoe, ja, hoe minder dat die sfeer is, hoe minder groot die kans is. Daar wil ik echt voor strijden met z'n allen. Nee, maar ik kan het heel goed vinden met Serena, hoor. Dus wat dat betreft komt dat wel goed. Serena is er heilig van overtuigd dat er sprake is van kwade opzet. Maar waarom in hemelsnaam? Mary en Serena kunnen niet alleen goed met elkaar, ze zitten ook in elkaars bondje. Waarom zou je dan iemand willen uitschakelen met een chilipeper? Dit had flink uit de hand kunnen lopen. Ja, maar voor mijn gevoel is het niet opgelost, want ik weet dat Mary altijd zegt... Ah, hier in het huis zeg je sorry en dan is het klaar. Dan is iedereen weer vriendjes. Maar ze... Nou ja... Ik snap precies hoe je voelt. En ik snap ook dat Mary een rare vogel is. Alleen geloof ik wel dat Mary dit niet met opzet heeft. Ze weet het heel en heel goed. Daarom geloof ik niet. Want zij denkt zo goed over dingen na. Ja. Oprecht. En ze weet alles. Waarom aan het koken, als ze aan het koken is... en ik ben er even niet bij... Gooit ze de chilipoeder in. Ze weet het. Het is opzet. Wat wil ze hiermee bereiken? Nou, misschien kun je het daar nu zelf voor aan zitten. Ja. Is het privé? Nee, ik weet gewoon niet hoe je dit kan vergeten. Wat? Het is gewoon dat ik niet tegen pittig kan. Oh ja, sorry. Dat wist ik niet. Dat was ik niet vergeten. Jij wist dat zij niet tegen pittig kan. Dat ja. Steekt haar, dat raakt haar. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik ook wel. Want ik weet niet of je het dan expres doet. En natuurlijk, of... je hebt het toch net ook gezegd. Het is een kwestie van rekening houden met... Anders doe ik... Ja, natuurlijk. Niet meer stilgestaan. Sorry. Het kan ook gevaarlijk zijn, expres. Natuurlijk. Ja, weet ik niet, Mary. Waarom zou ik dat expres doen? Ik jij zei het leuk net van, om soms omdat je een beetje de boel op te naaien. Nee, kom je daar nou toch bij? Waarom zou ik dat doen? Nou, weet niet, maar dit is wel een ding wat ik gewoon niet tof vind. Snap ik. De avond van Mary zit er na het chilipeperdrama nog niet op. Ze heeft highlights gekregen van Hai Lodewijk. En zijn teamgenoot Bo wil nu de wederdienst opeisen. Mary, Bo wil graag gemasseerd worden voor een half uur. Half uur? Je kunt mijn dak op. Je hebt me 2 minuten geverfd. Ja, maar ja, dat is wel... Nee, iets van 2 minuten. Een gelijkwaardige wederdienst. Massage is eigenlijk nog duurder. Oké, 2 minuten. Maken we een compromis. 15 minuten. 2 minuten. 15. Half uur. Haarverven was 2 minuten. Ja, maar is in verhouding ook duurder dan een massage? De goede highlights waren wel, maar dat stuk niet. Mary doet weer lastig. Ze wil maar 2 minuten masseren. Oh, ja, nee. Kwartier. Wat doet ze moeilijk om een kwartier? Ik weet het ook niet. Echt. Sorry, maar een kwartier. Wat is een kwartier nou? Deze vrouw is echt niet... Dankjewel, Kai. Maar dat komt wel goed, joh. Als ze kinderen achter willen, dan ga ik gewoon... 2 uur achter elkaar masseren. Zijn rug bont en blauw. Is het nu? Zie je het gaatje? Nou, meneer.
gaat afronden. Ja. Heeft u genoten? Slaap lekker. Slaap lekker. Ja. Nee. Hou op. Ja. Ik ga het te snurken. Ik gewoon een kus op zijn koet houden. Ik ben echt benieuwd hoe hij is genomen. Beetje raar, people. Mm-hmm. Yay! Yay! Uitdagingsduel. Succes, tot straks. Ik doe alleen een rode polo. Ja. Ik kan ook zeggen dat we helemaal niks hoeven te doen, hè? Nee. Zin in! Als de gieren worden getrokken, dan is het waarschijnlijk topo. Als de vossen worden getrokken, is het waarschijnlijk topo. Ik hoop echt dat hij wordt getrokken. Dan moeten we ook nog oefenen met zijn. Ja, anders gaan jullie nu even oefenen met taal. Zo even kijken wie van jullie de taal zou spelen als we worden uitgedaan. Maar hoe gaan we dat oefenen? Ja, elkaar uitroepen. Pakken woordjes uit een. Hier op de achterkant staan woordjes en spels of zo. Weet je wat dat is? Als wij nu al gelijk iets gaan doen, dat is niet handig. Omdat wij niet weten hoe het gaat. Nee, daarom. Precies, dus ik hoop eigenlijk van iets. Kunnen wij eruit? Nee. Laat het ander maar. Nou ja, uitdagen is op zich geen probleem. Kijk, als wij kunnen uitdagen, kunnen we zelf kiezen dat jij op topo gaat spelen. Tuurlijk. Dat is prima. Ik ben nou wel een beetje zenuwachtig, zoals ik vorige dingen niet. Oh. Oh. Sam, kan je ook even stil zijn? Nee, kijk, nu moet je je mond houden, nu gaan ze door. Zo, jongens. We gaan. We gaan ervoor. Zo, pak ze bril op als alles. Goedemiddag allemaal. Het is tijd voor het eerste uitdagingsduel van deze cyclus. We gaan het lot zoals altijd laten bepalen welk team er gaat uitdagen vandaag. Chelsea, zou jij naar de bak willen komen? En dan goed husselen en dan mag je er één koker uithalen. Het bondgenootschap dat door Chelsea als eerste uit de bak wordt gevist, mag niet alleen uit 3 tegenstanders kiezen, maar ook nog eens tussen 4 categorieën. Topografie, rekenen, taal of geschiedenis. Het zijn de gieren. Beste gieren, jullie moeten nu gaan bepalen welke categorie jullie kiezen, tegen welk ander team jullie willen gaan spelen en natuurlijk voor hoeveel punten en wie het van jullie gaat doen. Succes. Ja, wat ga ik doen? Ik weet het zeker. Jij het ook zeker? Nou, eigenlijk niet, maar... Jawel. Ik kan het. Laten we beginnen met het aantal punten. Voor hoeveel punten gaan jullie spelen vandaag? 100 punten. 100 punten. En in welke categorie? Topografie. Topografie. Wie gaat het doen? Mary. Dat dacht ik al, Mary. En tegen wie ga je het opnemen? De slangen. Ja. Tegen de slangen. Dan hebben de slangen nu de tijd om te bepalen wie van hen het topografie-duel gaat spelen. Zeker. Dat is heel snel bepaald. Ja, ik ga hem spelen. Jij gaat hem spelen en waarom moet je lachen, Keine? Ja, ik denk dat topo voor ons wel het minst gunstig was. Ja. Ik ben heel blij dat hij hem op zich wil nemen. Want het is zeker niet mijn uitdagingsduel. Goed, dan gaan we even resumeren op het grote scherm. We gaan een uitdagingsduel spelen en dat doen we de gieren tegen de slangen in de categorie topografie. En we spelen voor maar liefst 100 punten. Wat veel is in de beginfase van een cyclus. Iedereen die niet gaat spelen mag naar de bar en de mensen die wel gaan spelen mogen naar hun desk. Meer pak ze, hè? Kom op. Succes, Mary. Oké, we gaan ons best doen. Mary en Bo, hier op het scherm laten wij straks kaarten zien. Het kan een kaart van Nederland zijn, van Europa of van de wereld. En ik ga jullie vragen stellen. In jullie desk zit een tablet en het antwoord op die vraag moet je aangeven op die tablet. Zodra ik de vraag gesteld heb, hebben jullie 10 seconden de tijd om een antwoord in te voeren. Heb je dan niets ingevoerd, is het sowieso fout. Als jullie beiden een antwoord hebben aangewezen, gaan we kijken wat jullie hebben gezegd en hoe ver zich dat bevindt van het juiste antwoord. Zit je daar dichterbij dan je tegenstander, dan verdien je een punt. En wie als eerste 4 punten heeft, wint dit duel en daarmee 100 punten
van het andere bondgenootschap. Ik wens jullie heel veel succes. Waar staat het hoogste gebouw ter wereld? We gaan kijken hoe jullie je stippen hebben neergezet. Die zitten ver uit elkaar. Het hoogste gebouw ter wereld is 828 meter hoog en het staat hier. Zo, Miri, je zit er 112 kilometer vandaan bij de Burj Khalifa in Dubai. In Dubai. Ben je er geweest? Nee, maar ik weet het wel. Ja, je weet het zeker. Het levert het eerste punt op. We gaan door naar de tweede vraag. Waar ligt de start van het bekende Pieterpad? En we zien hierbij Maastricht als het eindpunt. Ja, Maastricht als het eindpunt. Maar waar is het begin? Bo, je trekt een vragend gezicht. Mijn vader heeft hem ooit gelopen en ik weet het gewoon niet. Nou, we gaan wel kijken waar je de stip hebt neergezet. En die van Mary. Die zitten dicht bij elkaar. De vraag is, staat het op de goede plek? We gaan het nu zien. Het Pieterpad begint in Pieterburen en loopt naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Dus helemaal van boven Nederland naar beneden Nederland. Zo'n 500 kilometer lang. Meer, je kunt er ver vanaf zitten, maar ja, nog steeds er het dichtst bij zitten. Dus je verdient weer een punt. 2-0 voor jou. Waar won Max Verstappen als 18-jarige zijn eerste Grand Prix? We hebben het over de Grand Prix van 2016. Hij was toen dus 18 jaar. Waar hebben jullie de stippen neergezet? Op de kaart van Europa zitten jullie weer een heel stuk uit elkaar. Het juiste antwoord moet zijn dit. Barcelona. En dan gaan we even snel meten. En dan zien we, Mary, dat je wederom er niet dichtbij zit, maar ook wederom het punt pakt. Ik weet niks van de Grand Prix. Nee, nou ja, toch in dit geval net genoeg. Ja. Je hebt daarmee 3 punten verzameld. Als jij het volgende punt ook binnenhaalt, dan win je dit uitdagingsduel en 100 punten van de slangen. De volgende vraag. Waar staat het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie? Denk aan de tijd. Waar hebben jullie stippen in deze wellicht laatste vraag neergezet? Ja, het Amerikaanse ministerie van Defensie, het gaf misschien al een beetje weg dat we in Amerika moesten zijn, maar waar is het juiste antwoord? Meria overlapt met het juiste antwoord. Zit op 383 kilometer. Hebt 4 punten en wint dit uitdagingsduel. Dankjewel. Een clean sweep noemen we dat in de sport. Ja, leuk toch? Hoe komt dat jij zo goed bent in topografie? Dat weet ik niet. Ik heb op school geleerd vroeger. Ja, maar ik denk niet dat dat gisteren is geweest. Nee, is heel lang geleden. Ja, ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Je hebt 4 punten binnengehaald. Verdient 100 punten van de slangen. En dat betekent natuurlijk ook iets voor de ranking. En dit is de ranking zoals hij was. En dit is de ranking zoals hij wordt. En dan zien we meer dat jullie als gieren heel dicht bij de nummer 1 vossen staan. Maar we zien ook, en dat is minder mooi nieuws, dat de slangen inmiddels een negatief saldo hebben van min 50 punten. We zien elkaar snel. Doeg. Goed gedaan. Dank u, dank u. Ik ga een brietje bestellen, jongens. En een wijntje. Een lekkere wijntje. Mary wist het ook niet met dat Pieterpad en Max Verstappen, maar ze heeft ook al gegokt. Maar het is gewoon gelukt dat ze net beter heeft gegokt. Ja! Lekker bezig, Mary. Rots op jou! Goed, die vraag over de defensie, ik dacht, die hebben we. Oh, al blind, blind. Ik heb ze een beetje onderschat met die ballon. Ik dacht dat ze weer eraf gingen. Ja. Ja, ik denk dat Gerrit wel een goede is in hun team. Weet je, die is... Met je vader. Ja, die is de baken ook. Wat ik niet had verwacht, dat ze direct 100 punten gaan spelen. Waardoor ze dus al een team de min in gaan sturen. Maar je weet wel nu hoe de toon gezet gaat worden. Dat bedoel ik. Ja. Wij hebben nu een target, zeg. Ja, snap ik. Ja. Ik hoop dat jullie dat ook zien. Ja. Ja. We hebben nu, wij moeten even op het houtje bijten. Ja.
We hebben nu gewoon laten zien, we hebben de eerste proef goed gedaan. We hebben de tweede proef, hebben we gewoon klinkend gewonnen. Hè? En ze stoken. Ja, precies, ze proberen ons team te ontregelen. Hè? Met ja. Even een beetje steken, jou een beetje ophitsen tegen Mary. Dat ze lopen echt te stoken en dat vind ik echt heel erg. Weet je, dat willen ze graag. Ja. Dus wat jij ook zegt, niks van aantrekken. Nee. Wie erin, daar eruit. Maar laten we niet gaan stressen ook. Maar ik ben echt niet gestrest, hoor. We zijn echt nog wel even goed voor... We zijn echt wel tot maandag goed. Okay, we kunnen dus ook... pushmentaliteit. We hebben eentje verloren, man. Niks aan. Ja. En ze wisten dat wij mensen wel. Daarom is pushy van hun, toch? Ja. Eet smakelijk. Dank je wel. Dom op. Eet smakelijk. We hebben nul... Wat? Nul punt. Smakelijk. Yo, dank je wel. Dank je wel, Oh, hadden jullie dat voorspeld? We willen even niet in gesprek, we zijn heel boos. Sorry. Nee. Een half uurtje ben ik weer oké. Oh, oké. Laat ik voor mezelf. Dankjewel, Mimi. Jojo. Ja. Positief. Ja, maar oprecht, ik ben echt positief. Heel veel water en thee drinken. Ja. Kijk, dat had Bo nooit kunnen winnen als je ziet hoe die speelde. Ik was verbaasd dat hij het zo dag deed eigenlijk. Ik vond het wel lekker om te zien. Dank jullie wel voor de bondjes. Fijn. Zo fijn, man. Even thuiskomen. Volgende maand ga ik vlammen. Stoer jongetje. Ik heb ook het gevoel tussen Bo en mij een beetje afstand is of zo. Ja. We hadden het wel uitgepraat met z'n allen. Ja, maar je ziet jullie nu niet echt naar elkaar toe trekken? Nee, totaal niet. Terwijl we wel een maand lang echt één waren met z'n vieren. Een soort van. Ja, zonde, hè? Ja. Stoer ventje. In de vorige cyclus wist Sam de mensen in de loods en blijkbaar ook thuis te verbazen met haar skills tijdens de paaldansopdracht. Want nieuwe speler Chelsea wil meteen bij haar in de leer. Tot. Tot. En. Boenda. Lekker. En dan? Geen dank, hè? Ik ben niet zo heel snel onder de indruk, hoor. Maar dit vond ik wel leuk om te zien. Wat bedoel je? Ja, Chelsea. Oh, man. Dan ben je nog niks gewend hier. Dat vind ik wel, ja, mooi. Zijn die mooiere meiden geweest? Donna, Melanie. Dat klopt. Alleen, toen was ik er niet. Kijk, aan zich, qua mooierigheid maakt dat nog niet zo heel erg veel uit. Kijk, het moet er mooi uitzien. Maar het moet ook een beetje innerlijk hebben. En dit is, qua inhoud zit dat ook wel goed. Ja, pas maar op hier, hoor. Nou, ik wil niet verliefd worden hierop. Het zorgt ook alleen maar voor gezeik. Dat is wel zo. Dat, ja. Ja. Je mag gewoon even met z'n tweeën een leuk plekje uitzoeken. Waar is dat mokkel? De groep heeft tijdens de bondgenotenceremonie 5 nieuwe deelnemers in de armen en de bondjes gesloten. Maar in alle drukte van de eerste dagen is het er nog niet van gekomen om iedereen echt te leren kennen. Dus is er voor vanavond een speeddate-sessie georganiseerd. Je bent geadopteerd, hoor ik, in de wandelgangen. En waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Montfoort. Oh ja, Montfoort. Ja. Vanaf mijn 6e ben ik geadopteerd. Samen met mijn broertje, die was 3. Ja. Door Nederlandse ouders. Ja. Dus dat was even een cultuurshock natuurlijk. Ja. Hè? Ja, want je kon het bewust meemaken als je 6 bent. Ja. Ja. In één keer blonde vader. Ja. Ja, allemaal blank, grote ogen. Ja. Dat was natuurlijk een... die nam ons gewoon in één keer mee. Ja. Maar we wisten helemaal natuurlijk helemaal niet wat er ging gebeuren. Nee, dat werd ons ook helemaal niet verteld. Hè? Nee? Nee. Oh. Hoe is het met je? Maar gaat goed. Hoe vind je het speeddaten? Ja, raar. Ja? Het is echt raar. Ja. Vind je het vreemd? Ja. Ik word er een beetje onzeker van. Ik word er verlegen van. Ik zie het. Je pakt meteen dat kussen. Ja. Ik heb een jurkje aan. Ah. Waarom doe je die aan dan? Het is toch romantisch. Dag op date met iedereen. Hij is wel leuk. Mooi. Ja, leuk hè? Ja. Nee. Stop nou. Niet zo lachen. Oké. Okay. Sorry. Nee, ik vind het. Ik vind het altijd 1-op-1 praten vind ik soms echt ongemakkelijk. Ja? Ja. Ik vind het oogcontact vind ik, word ik heel ongemakkelijk van. Nou. Ja, ik word er gewoon ongemakkelijk van. Ben jij een Rotterdammer? Ja. Ja, nou ja, dat ja. Kijk, ik heb ook best wel veel vrienden die uit Rotterdam komen. En waarom? Omdat die eerlijk zijn. Kijk, ik hou niet van die hete brei mensen. Nee, van, leuk, en een knuffel. Nee, dat en dan ook niet van. Nee. En die mensen die uit Rotterdam komen, hebben meestal gewoon, ja, dit is wat het is. En luister, als ik jou een lul vind, vind je jou een lul? Ja, dan zeg ik dat. Ja, zo ben ik en dan zeg ik ook gewoon goedemorgen. Ja. Dan heb ik verder geen haat. Dan zeg ik, nou, ben, ben mijn mens niet. Nee. Ik ben echt een duivel. Echt een duivel.
Maar die van binnen was je goed, toch? Ja, maar ik ben gewoon van buiten een duivel. Kijk, als je mij zo binnen ziet lopen... Het verwarrend nu. Maar als je mij zo binnen ziet lopen, dan denk je van... Oh, die kan echt mega arrogant zijn. Oh, nee hoor. Nee? Nee, ik dacht, toen jij binnenkwam, dacht ik... Oh, dat is wel een rustige, denk ik. Gewoon een leuke rustige. Oh, dat ben ik ook. Ik dacht niet arrogant. Nee, oh, nee, dat is fijn. Nee. Daten. Deze, godverdomme. Ja. Ja, maar daten, ja, maar daten is gewoon, ja, dat je eigenlijk... Doe je gewoon alles wat je in een relatie hebt. Doe het maar. Maar je hebt nog niet gevraagd of je elkaars vriendinnetje wil zijn. Ja. Dat. Ja. Nee, die stage die vind ik ook verschrikkelijk. Ja, maar ja, je moet er soms wel even doorheen. Klopt. Maar zo ondervind je ook of diegene wel een persoon is voor jou. Ja, daarom. Natuurlijk. Ja. Maar tegenwoordig hebben ze allemaal zaagsel in hun hoofd. Ja. Ik zweer dat echt. Hmm. Of ze zijn gewoon gestoord. Vrouwen zijn echt gestoord. Daar moet je eigenlijk niks mee willen. Zeg, ja. Ik wou het ook hetero was. Lastig. Wat zou jij nu na dit, stel je komt hier uit en je wint die ton en... Ah, ja. Wat zou je dan bijvoorbeeld voor jezelf willen over een paar jaar? Ik zou wel gelukkig willen zijn met een relatie willen hebben. Ja. Dat sowieso. Zit dat bij jou ook hoog? Net, niet echt hoog, maar ik heb nog nooit echt een relatie gehad. 24. Ja, ik heb nog nooit een relatie gehad. Mm-hmm. En ja, mij lijkt wel gewoon een keer leuk om gewoon een keer zoiets mee te maken. Gewoon ook. En ik wil gewoon een keer vastig iets hebben. Snap je? Ja. Oké. Ja. Team Denk. Nee, maar kijk, weet je, ik wil ook een vastig iets. Ja. Maar ik ben ook wel echt toe aan een vastig iets waarmee ik uiteindelijk ook iets kan opbouwen. Maar ik vind met vertrouwen en zo, vind ik tegenwoordig best een ding, hoor. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, ik vind sowieso alle homo's gaan vreemd, denk ik. Dat voelt wel zo. Ja, dat is echt zo. Als ik met iemand ga afspreken, dan denk ik, oh, ik heb een relatie, bla, bla, bla. Ja, maar daar krijg je toch een droge kut van als iemand zegt, ja, maar ik heb wel een vriend. Ja, fuck off. Nee, ja, ey. Dat klopt. Kan toch niet? Ik weet. Ik heb ooit met Chelsea een soort gepraat. Ja, ik heb haar bericht op Instagram gedm'd. Ja, ik zag haar toen wel zitten, maar ja, ik was single. Dat was een jaar geleden. En dus ik had, ja, echt verschut. Dus ik had haar een paar keer gedm'd, maar ze reageerde niet echt. Ze reageerde wel, maar niet als in dat ze een gesprek wilde voeren. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, laat maar. En ik zag hem met uitgaan heel vaak en we hadden al oogcontact. Maar nooit echt gepraat. En toen kwam ze hier binnen en toen dacht ik, donder op. Ik dacht, donder op. Yes. Toen zei ik al tegen van, ik ken jou. Zei ze, ja, ik ken jou ook. Toen dacht ik, ah. Blij wereldje dat, hè? Ja, echt verschut. Als ik met mijn vriendin op het terras zou zitten, hadden we het er wel eens over van, zit er een mooie man in? Ik zei, nou, je moest eens zien. Leslie. Dus ik gelijk heel Instagram erbij. Ik zeg, oh, dat en dat en dat. Hele lijst al. Ja, dat vind ik een mooie man. Ik ook. Ja. Ken ik mijn pot. Maar dat weet je zelf ook. Maar er zijn best wel heel veel mooie mannen. Ja. John vind ik ook een knappe man. Zo. Nick is een hele knappe man. Ja, dat is echt bizar. Hij is een leuke jongen om te zien. Maar ja, bekijk pot. Ik word er ook niet hetero van. Dit was een geweldige manier om het verhaal te horen bij al die nieuwe gezichten. Maar de spelers die al langer met elkaar samenwonen in de loods... hebben elkaar ook nog genoeg te vertellen. Met die eetvaart, zo kottelijk. Ik denk dat Ed gewoon meedoet omdat Robert nog best een sterke speler is. Hij klampt zichzelf vast aan een sterke speler in de hoop mee te liften... in de hoop dat hij in finale aan. Dat is het type speler dat hij is. Hij is gewoon een parasiet. Ik zie hem dan lopen en dan hoor ik hem lachen met al die nieuwe mensen. Denk ik, oh... Die mensen moesten eens weten hoe schijnheilig die vent is, man. Hmm. Maar soms als je wast, zit er één shirt tussen die ruikt gewoon naar rioolwater. Ja, maar vind je het gek? Dan is even de spel spelen. Frick! Kennisopdracht. Staat er nog meer? Algemene kennis. En tijdsdruk. Wat is het? Tijdsdruk. Oh, het wordt per team. Per team, per team. Wordt hele per team gespeeld. Ja, ik moet mijn make-up nog doen. Ja, helaas. Nee, we mogen nou naar de kamer. Wat ik denk dat het is, dat je met z'n vieren achter een desk staat... en dat je een vraag krijgt. Dat het steeds oploopt. Ja, precies. En toen zitten jullie met algemene kennis een beetje. Ja, maar goed. Chillen is met dit. Ja. Je kan of min 50 blijven of je kan eruit komen. Want je kan niet in de min gaan, nog verder. Nee. Het is verdiend, dus je kan precies of pakken. Dat scheelt. Of we houden dit. Ja. Alleen dan wordt het verschil wel weer groter met de andere teams. Ja. Ja. Maar goed, als we in ieder geval uit de min zijn en we gewoon kunnen eten... Mm-hmm. Echt zorgen dat we uit die min komen. Dat is echt chill. Het is gewoon niet laatste worden. Nee.
Oh, ik ben benieuwd, jongens. Het is leuk. Ja, het is wel leuk. Lekker met z'n vieren doen. Maar het is wel spannend ook. Denise, ja? Het is de eerste keer dat wij in actie gaan komen. Hey. Hey. Ja. Nou ja, goed, je hebt maar achter een desk. Ja. Waarschijnlijk. Ik heb ook nog nooit achter een desk gestaan. Echt? Nou, dan hebben we een trippeltje. Hebben we een trio-begin. Een trio-begin? Ik denk een kwartet. Oh, nee. Meri is al ervaren. Meri die heeft al aardig wat de desken versleten. Hey. Oké, jongens. Nou, meiden. Jongens, succes. 3, 2, 1. Snakes. Let's go. Oké, vriendje. Oké dan. Let's go. Ik geloof in jou. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vandaag testen jullie kennis. En jullie spelen deze verdienopdracht met je hele team. Terwijl de mensen die niet spelen aan de bar kijken hoe jullie het ervan afbrengen. Jullie krijgen om beurt de vragen van mij met 2 antwoordopties. Met ieder goed antwoord ga je een stapje omhoog op deze puntenladder. Maar met ieder fout antwoord zak je in 1 keer terug naar 0. Jullie kunnen punten verdienen door op de ladder te banken. Dat doe je door bank te zeggen op het moment dat je van mij de beurt krijgt. Dus je moet goede antwoorden geven om te stijgen op de ladder. Maar alleen door bank te roepen verdien je daadwerkelijk punten voor jouw bondgenootschap. Ieder team krijgt 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk punten te verdienen. Het bondgenootschap onderaan staat, in dit geval de slangen, mag beginnen. En voor zowel jullie als de haaien hangt er veel van vandaag af. Want jullie staan op min 50 punten en jullie staan op 0 punten. Dus er kan op dit moment geen eten gekocht worden. Dus er is extra noodzaak voor jullie om vandaag goed te presteren. Morgen in de Bondgenoten, terwijl 1 team geniet van een feestmaal... Dat is al eerlijk! Ik smakelijk op jullie van genieten. ...valt het andere team flauw van de honger. Alleen maar honger gewoon. Leuk allemaal. Tot morgen!